Wel, laten we zeggen dat we hier nog altijd met bepaalde mankementen zitten van vorige staatshervorming. We hadden inderdaad nog een staatssecretaris Buitenlandse Handel, waarbij er toch vragen konden gesteld worden waarom dat nog nodig was. Zoals daar straks door collega Van Rompuy gezegd, ja, Vlaanderen exporteert voor ongeveer 85% van de totale export naar het buitenland. Het is eigenlijk vooral Vlaanderen die dus inderdaad exporteert. Daarnaast is het ook Vlaanderen die enorm inzet op de verschillende agentschappen in het buitenland. Dat er bepaalde missies zijn naar het buitenland, dat is uiteraard... Maar goed, die overlap blijft wel bestaan. Hè. Er zijn nog steeds twee prinselijke missies die plaatsvinden? Er zijn inderdaad ook bepaalde prinselijke missies, die zijn ook aanzienlijk herleid. Er zijn ook gewone handelsmissies naast die verschillende prinselijke missies. Je moet vooral ook zien, wat is de kwaliteit? Dat soms bepaalde deuren opengaan, ik kan dat inderdaad aannemen, maar uiteraard moeten we ervoor zorgen... Omdat het merk België beter verkoopt dan? Nee, dat zeg ik niet. Eigenlijk, ondernemers kijken vooral naar de kwaliteit van de producten. Wanneer men inderdaad goede contracten, goede kwaliteit kan leveren, dat is het waar een onderneming, eigenlijk investeerders in geïnteresseerd zijn. En daar staan wij in Vlaanderen nog altijd heel sterk in. Wij zijn altijd voorstander geweest van die prinselijke missies zoveel mogelijk te herleiden en eigenlijk te komen tot heel sterke handelsmissies met heel wat van ondernemingen, van onze ondernemingen die in het buitenland hun producten kunnen aanbieden, ja. En waar tegelijkertijd ook de kwaliteit, de centrale ligging van Vlaanderen, onze toegankelijkheid, onze logistieke hub die we hebben in Vlaanderen, ja, aan bod kan onze komen. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.